Vertel me wat etiket is. Slavendrijven. Is dat etiket Hitler doorstromen naar Duindorp? Ja? Dat die mensen aangegeven worden als Jood? Ja? Is dat jouw etiket? Ja, kanker lekker dood in je graf, joh. Met jouw kleinkinderen en alles wat erbij hoort. Stuur je straks er. Ja? Ja? Ik vervloek jullie in de naam van Jezus Christus. En dan? Dat kan je alleen maar zeggen. In de naam van Jezus Christus vervloeken jullie waar jullie bij zitten. En dan? Ja? Ja? Zijn jullie zondags of ik? Zijn jullie zondags? Beter rotje op, joh. Uit die kankerschuur hier. Jullie zijn de grootste kankerhagelaars, joh. Ga maar lekker boete halen voor mij. 500 kanker euro. Ik betaal het toch niet. Van een kale kip kan je toch niet plukken. Op kanker, joh, hoer. Goed zo. Ja? Potty. Jij mag van mij gratis een cd luisteren voor mij. Oké, dan. Dat heb ik ook nog voor je. Want deze kanker wordt de beste en die andere. Ja, meneer. Potty. Sorry? Jij mezelf. Ja toch, ga ik er leiden uit. Ja toch, ga ik er leiden uit. Je moet alleen hier even rekening mee houden. Het is fijn, het is feest. Maar joh, dit zijn gewoon slavendrijvers, joh. Word nou eens een keer wakker, joh, als Marokkaan, man. Godverdomme, man. Hij is gewoon Chinees. Ik ben Surinamer, ik kan praten. 1972 ben ik geboren. Onder de Nederlandse kankervlag. En ik moet nog Nederlandse nationaliteit vragen na 1985. Wat ga je lullen dan? Mijn box ziet, Bobby 747. Wat dan? Met je dom gelul, joh. Nee. Ik heb geen manieren geleerd voor dit soort bitches. Echt niet. Voor u doe ik het wel, maar niet voor u. Daarom als u weg bent zometeen, gaat het gewoon door. Nou, goed, blijf maar lekker zitten. Kom, kom er gezellig bij, ga vrij. Hoe meer is jullie, mijn vriend? U wel gedragen dan, hè? Dat geeft geen garantie. Garantie tot de deur. Kijk, die deur is daar. Ik ben hier. Zolang ik naast u zat, zou ik u goed gedragen. Nee, is van die jongen daar. Dank je alsjeblieft. Ja, mensen met respect die krijgen van mijn spullen. Mensen zonder fascisten, kijk eens hier. Dat moet ik niet hebben. Mevrouw, ik zeg tegen u. Ik zeg tegen u maar één ding. Respect 2007 telt niet meer. Wat goed is, is slecht. Wat slecht is, is goed. Dus fuck deze kankerhoeren hier zo. Rustig gedragen. Geef me maar een boete dan op die kankerbanden. Daar gaat het nu om, rustig gedragen. Doe me maar in een kankergeuzel. Rustig, stil graag. Waarom? Rustig, iedereen heeft last van jou. Alleen deze twee. Nee, iedereen heeft last van jou. Dat is zo. Hebben jullie last niet te vragen? Dat hoeft niet. Je hoeft dat niet te vragen. Oké, dan. Heb ik het toch goed gedaan? Woe, yeah! Hallo! Hallo! Hey, nu is het afgelopen, nu zijn we het gewoon. Hallo! Geef me maar een boete. Daar gaat het niet om. Geef me maar een boete. De Nederlandse staat heeft man met 50 euro per dag opgelicht. Dus op kanker met jullie. Geef me maar een boete. Ik krijg geen boete, want dat is niet te doen. Geef me maar een politie. Heb ik lekker opgelopen. Ik heb geen huis op. Geef me lekker op. Ik heb geen huis dankzij deze kankerhoeren. En zo ver als ook. Nu is het genoeg geweest. Ja? Ja. Klaag me maar aan, joh. Namens hun. Klaag me maar aan. Dat is misschien dat is wat jullie willen, toch? Klaag me maar aan. Nu is het gebeurd. Ja, wilt u stil zijn? Voor niemand meer. Nu is het al gebeurd. Ja. Dan ga ik nooit meer stil zijn. Nee, dat heb ik zelf gedaan. Waarom? Oh, en de hele wereld wordt opgelicht voor $1 per dag, per familie. Ja, dat is oplichterij niet, ook niet. Nee, ga lekker daar lopen, ga lekker boetes uitschrijven voor die anderen. Niet bij mij komen lullen. Ja, voor deze fascisten. Ja? Ik ben tegen het gebruiken van andere mensen. Ik ben anti-mensen gebruiken. Ik ben human fucking rights. Deze man heeft het opgenomen en hij kan het in de rechtszaal opdraaien voor mij. Ik ben tegen human rights. Wilt u even rustig zijn? Ik heb een telefoongesprek te voeren. Ja, met politie, hè? Oké, dan heb ik weer onderdak. Dankjewel. Kan ik lekker eten, lekker slapen, lekker relax doen. Dankzij deze figuren ben ik onderdak. Ja toch? Kijk, een big smile aan die kankerbek. Ben je vast voor kloppen in je kankerkijkinderen? In je kleinkinderen zijn vervloeken.
Ja. Maak maar nog 10 kinderen, je zou zo vloeken en ik kijk kinderen. En jij ook erbij. Want je bent mee de beste, jullie zijn samen. Klaar meneer. Ja toch, dat is de wet toch? Ga ik met haar zijn wet mee? Nee, ik ben er nog niet. Kijk eens waar we zijn joh. Nog geen eens een gang daar joh. Kat nou joh. Wat is gebeurd met jou in die pampa ook? 0544. Ja toch. Ben ook een muts. Alles doe je voor geld. Dus wat wil je mij vertellen? Ben jij God? Nee toch? Oh. Oh. Kun jij veel praten man? Oh, ik ben ouwe hoer, ik ben zanger, ik ben alles. Ik ben nog 200 keer meer dan jou in die trein. Ach man, buiten die trein ben je niks meer. Ik wel. Dimme nu. Ik ben de baas hier. Ja, dat is jouw probleem. Oh dan? Ja? Je kan er niet mee. En dan? Wat wil je doen dan? Wil je me slopen? Je moet rustig zijn. Ik schiet je kanker af. Ach man, kom op. Waarom kom op? Omdat je kanker afschiet. Ik zeg kom op. Rustig aan. Je wilt me fucking op. Jij moet gelijk ontslagen worden. Jij fokt alleen maar mensen op. Rustig aan doen. Kom op. Ja? Wie ben jij? Hij moet zijn werk doen. Hij kan het niet. Dat hoor je weer. Jij moet tussen komen. Ja? Heeft nooit effect. Wat fascisten, anti. Fascisten, anti. Die zijn nog erger dan racisten. Moeten jullie geen treinkaartjes controleren verder dan? In die trein? Of zijn jullie klaar met controleren? We gaan jou niet aan. Rustig aan. Oh! We staan hier om iemand die buiten controle is, hè? We're now feeling down, you make me smile again. Doe op, echt. Ja, nee. Je moet niet zeiken over dit en dat. Je bent een respectloos mens, man hier. Rustig aan. Je wordt zo vervoerd. Wie ben jij om zo te zeiken tegen iedereen, man? Tegen iedereen? Ja. Ik kom voor alles op.